Beste vrienden, dames en heren, ik ben zeer trots dat ik een eigen plaat gemaakt heb. Solo-album, dat heet Cash Cash is een dure affaire, nog zo'n plaat maken. En ik had geen crowdfunding, dus ik ben naar de Nationale Loterij geweest. Die hebben lotjes en die heten Cash, wat ook toepasselijk is met de titel van de plaat die Cash Cash is. Dus ik ga hier nu live in deze uitzending kijken of ik misschien desgevallend het gespendeerde budget kan terugverdienen. Hier gaan we voor het eerste kraslot. Ik moet hebben het getal 06 en dan win ik 10.000 euro op zijn mis. 06 heeft niet gewonnen. Tweede lotje. Is mijn winnend getal dan opeens 08? Heb ik daar iets gewonnen? Ja, even kijken. Wacht even. 08. En ik heb... niks. Ja, niks. Derde lot. Godverdomme. Even zien. Hier is mijn winnend getal 06. En ik win helemaal niks. Goed, volgende lotje. Mijn winnend getal is 02. En ik win hier absoluut niets. Volgende getal dat zou kunnen naar een ongelooflijk bedrag leiden is het getal 08. En ik win andermaal 0. Ja! Ja! Ik heb 10 euro. Dat is alvast dat. Ik heb nog een aantal lotjes te gaan bij binnen. Cijfer is 0909. Niks. 09, wat is het dan? 02. Oei. 02. Oh man. Nog 2 te gaan. Binnen het getal is 08. Ik heb nog eens. 1 euro. En daarnaast staat er 10.000. En ik heb 1 euro. In totaal is 11 euro gewonnen. Nog eens het getal 08. Ik weet niks. 11 euro. Mijn investering van mijn plaat is nog niet terug. Maar ik ben toch plaat met deze blij. Ik ben toch blij met deze plaat. Die heet Cash Cash. Dankjewel.